Zelfmoord is een ernstig probleem binnen de volksgezondheid in de Amerika's. Cijfers tonen een toename van 17% in het regionale zelfmoordcijfer van 2000 tot 2019. Ook Suriname heeft een bijzonder hoog zelfmoordcijfer. PAHO ondersteunt het ministerie van Volksgezondheid in Suriname met trainingen voor gezondheidswerkers om zelfbeschadiging en zelfmoord te voorkomen. Vanmorgen is een workshop gehouden om input van belanghebbenden te verzamelen voor de definitieve rapportage en verdere interventies. Jaflo Katara, vertegenwoordiger van de PAHO, haalde daarbij aan dat gezien de zelfmoordgevallen in Suriname het belangrijk is dat er gewerkt wordt aan een concreet preventieplan. En Suriname has the second highest suicide rate in the region with a rate of 20, almost 26 per 100,000, mostly in the age of 30 to 34 year age range, and 68% due to self-poisoning by exposure to pesticide. So that means it is really important when you have this rate and you take the size of the population of Suriname, you never know when it will become really an endemic or I can say an epidemic. So PAHO strive to work with government and all stakeholders preventing suicide in the Americas and develop many technical resources to support the countries to strengthen their capacity. Directeur Rakesh Gayadarsuku van Volksgezondheid zegt dat met deze workshop de landelijke preventie verbeterd kan worden. Bepaalde organisaties ervaren misschien beperkingen om de preventie zo goed mogelijk uit te dragen. Maar er zal verbeterd plan hierna moeten volgen, meent de directeur. Waar wij samen ervoor moeten zorgen dat de middelen die nodig zijn, dat die middelen er aanwezig zijn. En uiteraard, alleen middelen is het, ja, dat is dan ook niet genoeg. Wij hebben behalve middelen ook eigenlijk een specifiek plan nodig, zodat mensen met problemen, mensen met de gedachte om uit te stappen uit het leven, dat die mensen ergens kunnen. En uiteraard moeten we ook rekening houden naar al de mogelijkheden dat men gebruikt om zo'n stap te ondernemen. En kijken op welke manier wij beleid uitstippelen, zodat die mogelijkheden veel verder van de samenleving eigenlijk is, zonder de samenleving tekortschiet. De directeur van Volksgezondheid benadrukte dat het geen gemakkelijke taak is om te komen tot een preventieplan, maar er wel van overtuigd te zijn dat het ministerie samen met haar partners stappen zal maken om de gemeenschap te behoeden voor meer zelfmoordpogingen.